Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal. Ik ga vandaag even een andere soort video maken. Volgens mij zien jullie het ook al in de titel, maar ik ga eindelijk een Get Ready With Me opnemen vandaag. Ik heb er eigenlijk heel veel zin in en ik wou het eigenlijk al heel lang doen, maar ik stel het elke keer weer uit. En ik dacht vandaag, ik heb toch niks te doen overdag, laat ik het gewoon even een keer opnemen. Zoals jullie weten zijn er wel bepaalde dingen veranderd in mijn make-up routine. En dat ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. Ik heb alvast mijn nepwimpers geplakt. Want ik vind het niet zo leuk om op camera's gewoon te plakken. Tenminste, ik ben daar niet zo goed in. Ik heb vanavond eigenlijk niet echt heel wilde plannen of zo. Maar ik ga gewoon uit eten met Nessie. En ik dacht, ik ga me toch opmaken. Waarom dan niet gewoon filmen? Ik ga even al mijn borstels erbij pakken. Ik ga starten met mijn foundation. Dan gebruik ik altijd deze borstel bij. Ik gebruik nog steeds deze foundation. Maar omdat ik vandaag zelf bruin op heb gedaan, ga ik ook een beetje van Huda Beauty gebruiken. Ik heb trouwens de nummer Butter Packen van Huda Beauty. En die is echt heel erg mooi, maar het is alleen maar als ik eigenlijk een kleurtje heb. Voor nu ben ik daar eigenlijk een beetje te licht voor. Maar zoals ik al zei, ik heb dus vandaag zelf bruin op. Kijk, dit is iets te licht. Oh ja, ik weet trouwens dat jullie het heel irritant vinden als mijn haren ervoor staan. Dus ik had het al klaargelegd, maar ik heb het nog niet opgedaan. Dus dat ga ik nog wel even doen. Oeh. Ik heb hem nu op. Ik smeer even mijn foundation uit. En deze borstels van Real Technique echt nog de beste van allemaal die ik tot nu toe heb gehad. Dan doe ik dus een beetje van Huda Beauty op. Ik doe niet heel veel, want ik wil niet een donkere foundation. Dan krijg je zo'n masker effect, dat wil ik niet. Dan gewoon een heel klein beetje eroverheen. En dan doortrekken naar je nek. Onder mijn wenkbrauwen. En dan gebruik ik als concealer nog steeds hetzelfde. Ik ben echt iemand die al haar producten eerst helemaal opgebruikt voordat ze aan nieuwe producten begint. Ik ben daar best wel zuinig in. Ik gebruik nog steeds de Pro Concealer van LA Girl in de kleur Natural. Ik besef nu pas hoe lang ik eigenlijk met deze concealer doe. Ik heb hem echt al best wel lang. Hij is eigenlijk best wel chill. En hij dekt ook super goed. En dan met mijn beauty blender. Gewoon goed blenden onder je ogen. Het is zeg maar een sponsje van Queen Tarzi. En deze is echt super zacht. Hij is echt chill. Ik gebruik hem de laatste tijd veel meer dan de beauty blender. En dan doe ik ook boven mijn oog. Echt de laatste tijd ben ik helemaal into concealer. Omdat ik gewoon zo dikke wallen heb. Ik denk dat het nu op het moment wel mijn favoriete make-up is. Oké, nee, ik lieg. Lippen vind ik ook wel. Nee, lippen vind ik echt het belangrijkste, denk ik. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb hier dus een schrammetje. Dat zie ik nu pas. Kijk. Dan begin ik met contouren. En dat doe ik tegenwoordig. Mijn make-up is echt vies, want ze allemaal in een handtasje toen ik naar België ging. Dat doe ik tegenwoordig dus met een contourstick van Fenty Beauty. Die ziet er zo uit. In de kleur Mocha. Dat is mijn kleur. Ik vind deze echt heel chill. En dat is omdat je kan zoveel opdoen als je wil. Maar het is zo makkelijk te blenden. Dus ja, je hoeft niet bang te zijn dat je te veel opdoet. Het is echt heel makkelijk om dit te gebruiken. Vooral voor beginners en zo. Het is echt gewoon perfect. Want een keer een tijdje had ik dus van LA Girl. Deze had ik een heel donkere kleur genomen om mee te contouren. Oeh, als je daar een beetje van opdeed, was het echt heel moeilijk om te blenden. Dus dit is voor mij ideaal. Kijk jongens. Ik hou er heel erg van om zo'n bronzy look te krijgen, weet je wel. Ik gebruik ook altijd heel veel bronzer. En dan ga ik nu mijn onderogen afpoederen met Laura Mercier. Ik doe niet per se heel veel op hoor. Een beetje. En dat laat ik ook helemaal niet beken. Echt zo. Tussen mijn wenkbrauwen. Want daar is het bij mij altijd heel erg vettig.
en dan rondom mijn mond. Zo. En dan pak ik dus het kleine borsteltje. Die heb ik dus laatst gescoord bij de Ethos. In de sale. Dat is gewoon van Real Techniques. Een speciale collectie. Dan heb je dus van die mini borsteltjes. En ik heb deze twee gescoord. Dat was 4 euro of zo. Dus ik ben er echt heel blij mee. Dan veeg ik alle poeder hiermee af. En dan verdeel ik het over mijn hele gezicht. Zo. En dan ook boven mijn ogen. Heel belangrijk. Verder. Nu. Pak ik de Hoola bronzer. En die heb ik echt al eeuwen. Ik denk sinds 2015. En dan doe ik even onder mijn cheekbones nog even een lijntje. Dat het echt allemaal een beetje strak is. En dan bij elkaar klein. Ik hou daarvan. En ik laat het ook gewoon echt zo. Dan. Tegenwoordig, en dit is dus een beetje wat er veranderd is aan mijn make-up routine, gebruik ik heel veel blush. En allemaal verschillende soorten. En ik gebruik voor nu de Butter Blush in de kleur Rosy Pink. En deze heb ik gewoon van Boozy Shop. En deze vind ik gewoon heel chill. Hij ruikt ook echt lekker. En ik doe heel veel blush op. Zo. En doe ik ook een beetje boven mijn ogen. Dat de kleur daar een beetje terugkomt. Dat heb ik bij make-up artiesten gezien dat ze dat altijd doen. Hi baby. Hi. Even naar buiten. Ja, wel even naar buiten. Ik kom zo terug. We gaan weer verder. Ik had net heel veel blush opgedaan. Ja, dit is echt gewoon mijn nieuwe ding. Mijn nieuwe verslaving. Mijn nieuwe alles. Gewoon blush. Ik hou van heel veel blush opeens. En geloof me, ik heb bijna nooit blush gedragen. Echt. Ik heb het pas ontdekt ofzo. Oké, ik ga nu mijn wenkbrauwen doen. En dat is echt iets waar ik nu momenteel echt zo trots op ben. Op mijn wenkbrauwen. En jullie gaan het waarschijnlijk niet snappen. Want jullie vinden denk ik mijn wenkbrauwen niet dik genoeg. Vergeleken met al die mensen op Instagram. Maar ik ben echt zo blij met mijn wenkbrauwen. Want ze zijn echt, sinds ik bij Elna's ben gegaan, veel dikker geworden, veel mooier. Vorm is helemaal erin. En ik heb over 2 dagen gewoon weer een afspraak bij Elna's. En dan gaat ze mijn wenkbrauwen weer aanpakken. Maar ik merk gewoon zoveel verschil sinds ik daar naartoe ga. Ik ben er echt zo blij mee. En ik teken ze tegenwoordig ook nog iets dikker. En als zij ze dus verft, maken ze ook iets dikker voor mij. En zo kan ik de vorm een beetje aanhouden. Nu zie je eigenlijk helemaal niks meer van wat Elna's heeft gedaan. Maar doordat zij dus een vorm tekent in mijn wenkbrauwen en verft, blijft het best wel lang erop. En dan blijf ik daar in principe vanaf. En dan uiteindelijk groeien dus allemaal haartjes waar er normaal gesproken geen haartjes groeien. Omdat je ze gewoon of eraf pulkt of verkeerd epileert en weet ik veel wat. Maar ja, voor mij werkt het echt goed. En ik heb ook opeens gewoon veel dikkere, mooiere wenkbrauwen. En het kan natuurlijk nog veel beter. Dus nog maar het begin. Ik ben er echt nog maar 2 maanden mee bezig. En ze zei dat je ongeveer met een half jaar, met een jaartje of zo, wel echt heel mooie wenkbrauwen kunt krijgen. Dus heb je dat één wenkbrauw gewoon niet wil lukken. Zo jammer. Ja, ik ben zo tevreden met mijn wenkbrauwen. Ik vind de wenkbrauwen geven je meteen een heel andere look. Zo. Wat anders. En dan gebruik ik een brouwgel van Pretty Little Thing. Ik had daar een keer wat besteld en toen had ik het gewoon gratis gekregen. En ik gebruik gewoon wat die handig is, want zo'n mini brouwgel. En doe ik soms gewoon in mijn tas. En als je zo van die wilde haren hebt, zoals ik bij je wenkbrauwen, is dit echt gewoon de best thing ever gewoon. En vooral als je juist zeg maar een wildere effect wil creëren met je wenkbrauwen, is een brouwtje ook handig. Dan kan je haren, zeg maar, je wenkbrauwharen zo omhoog kammen. Dat doe ik ook soms. Ik vind het heel erg mooi de laatste tijd, zo van die wilde wenkbrauwen. Wie had dat gedacht? Wenkbrauwen zijn klaar. Ik ga nu over naar mijn ogen. En voor mijn ogen gebruik ik dit palet van Anastasia Beverly Hills.
De Soft Glam. En deze heb ik gekregen van de verjaardag van mijn vriendin. En daar ben ik echt zo blij mee. De palet ziet er zo uit. Echt, deze kleuren zijn zo geweldig. Ik gebruik niks anders meer sinds ik deze heb. Ik gebruik meestal deze kleur boven mijn ogen. En 9 van de 10 keer gebruik ik ook enkel deze kleur. Vooral als ik deze blush gebruik, die roze, dan gebruik ik altijd deze oogschaduw. Ik ben een beetje into pinky tones de laatste tijd. En deze oogschaduw is zo gepigmenteerd dat je echt moet oppassen hoeveel je op je kwastje doet. Nessie wou volgens mij vanavond nog naar België, maar ik weet niet of we dat gaan redden. Want we willen dus uit eten. Maar ik wil ook daarna nog sporten. Hij heeft nu nog 2 afspraken. En daarna wilden we dus samen even wat doen. Maar ik wil daarna nog sporten. Ik vind het echt heel erg belangrijk om gewoon bijna dagelijks te sporten. Dit. I like it. Dan doe ik soms met deze kwast. Zo'n heel dunne. Van Marie Christine in nummer 531. Doe ik onder mijn ogen. Even kijken. Met deze kleur. En dan trek ik zo'n lijntje onder mijn ogen. Dit doe ik trouwens niet altijd. Alleen als ik zin erin heb. Maar ik vind het wel heel mooi. En dan trek ik het zo door. Oh mijn god, deze is veel te dik. Ik zei toch dat deze veel te gepigmenteerd is. Deze oogschaduw. Ik moet daar echt mee oppassen. Op het begin is het echt moeilijk. Maar ja, gelukkig inderdaad even blenden. Ik vind het echt heel erg mooi als je het lijntje met je doortrekt. Zo. Zama trucjes. Ik ga nu even kijken of het goed gaat met Lyra buiten. Lyra is weer binnen. Dan doen we highlighter op. En ik gebruik altijd dit kwastje van NYX. En ik gebruik eigenlijk altijd de highlighter van Fenty Beauty. Dit is de beste highlighter ever gewoon. En mijn lievelingskleur is de Hustler Baby. Kijk, hij ziet er zo uit. Er staat uit 2 kleuren, maar ik gebruik eigenlijk alleen maar deze kleur. Deze kleur ja, vind ik niet heel erg mooi. Maar deze is echt top gewoon. Dus die ga ik gebruiken. Ook highlighter ben ik echt sinds kort gaan gebruiken. Ik denk sinds ik deze heb gekocht. Dat ik hem echt ben gaan gebruiken. Want ik was toen bij Fabulousjes. En toen zag ik Nadia zag ik met een highlighter. En dacht ik, wow, die highlighter is echt zo mooi. En dan bleek dus deze te zijn. En toen was ik daarna naar Dubai gegaan. En toen had ik deze gelijk gehaald. Ik vond hem echt zo mooi. En ik doe ook iets onder mijn ogen. Niet zo heel veel. Onder mijn wenkbrauwen. Kijk jongens, deze highlighter is toch niet normaal. Ik vind het altijd zo lelijk als je aan het opmaken bent en je hebt nog niks op je lippen. Want dat maakt bij mij echt zo'n grote verandering. Ik denk lippen. Zo. Ik doe meestal een beetje mascara over mijn nepwimpers heen. Zodat mijn eigen wimpers een beetje vast gaan plakken aan de nepwimpers. Anders zie je dat ze omzetten. Vooral nu heb ik best wel rechte wimpers. Normaal gesproken heb ik dat niet. Maar omdat ik dus heel vaak nepwimpers heb gedaan, zijn ze best wel recht geworden. Dus je ziet zeg maar het verschil heel goed. Dus daarom ga ik er met een laagje mascara overheen. Zo. En ook onder. Ik vind dat mooi van onder. Dan doe ik onder mijn ogen. Dat is iets wat ik echt pas doe, zeg maar. Even kijken, is dat deze? Ja. Ik heb dus van Hourglass heb ik een lightening powder gekocht. In de kleur Ethereal Light. En dat ziet er zo uit. En nu denk je, what the fuck? Ik heb heel veel make-up tutorials gezien. En ik zie heel veel mensen dit gebruiken onder hun ogen. En blijkbaar krijg je daar een soort van heel mooie shiny effect door. Dus ik doe dat gewoon. En ik weet niet of je verschil ziet. Volgens mij is het niet de bedoeling dat je
heel groot verschil gaat zien. Maar hierdoor krijg je een wow effect, heb ik gehoord. Nou, zien jullie het? Ik ook niet. Nu zijn we eigenlijk bij het laatste onderdeel, mijn lippen. Er wordt mij heel vaak gevraagd wat ik op mijn lippen heb. Ik heb gewoon een keer een grote bestelling. Ik heb een paar keer bestellingen gedaan bij Kylie Cosmetics. En ik gebruik nu gewoon al de kleuren die ik toen heb besteld. Dus ik heb altijd vrijwel Kylie Cosmetics op mijn lippen. Ik heb heel veel andere merken geprobeerd. En bij iedere persoon past wat anders. En ik heb gewoon gemerkt, heel veel vinden haarproducten trouwens ook heel erg slecht. Maar ik heb gemerkt dat Kylie Cosmetics op mijn lippen gewoon super goed werkt. Ik vind het niet droog. Heel veel mensen zeggen het is droog, bla bla bla. En dat de kleuren donker worden. De kleuren worden trouwens wel donkerder. Maar het is wel een product waar ik gewoon zelf heel erg veel van hou. En ik doe eigenlijk elke keer een andere kleur op. Maar dit is mijn favoriete. Dit is de Lip Kit Kylie. Dus deze heet gewoon Kylie. En het is een beetje zo'n nude, zeg maar. Met een roze ondertoon. En hij wordt na een uur, ja, veel donkerder inderdaad. Het klopt wel. Wat ik wel heel erg irritant vind bij de Kylie lip liners is dat dit, kijk, dit gebeurt er vaak, zeg maar. Zonder dat je het door hebt. En dan breken ze af. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik irritant vind. Dus deze lip liner is gewoon de kleur Kylie. Je kan het volgens mij ook apart bestellen. En heel veel mensen vragen mij ook van, betaal je ook extra kosten aan de deur als je make-up bij Kylie bestelt? Ja, en het is ook niet zo weinig. Ik heb vaak wel 30 euro moeten betalen. Hi, dit is Lira. Oh, Lira is zo lief, hè? Lira is de lieve zus van Nina. Ik ben lief. Ja, schotschat, is schotschat. Wat ik heel raar vind aan deze lip kit is dat de lip liner een heel andere kleur heeft dan de liquid lipstick. Maar als je ze beide opdoet en droogt helemaal op, is het gewoon perfect. Weten jullie trouwens hoe lang ik wel niet mijn haar heb gedaan? Dat ik ze elke keer uit luiheid gewoon mijn haar vast doe. Ik ben het eigenlijk ook helemaal zat dat ik dat elke keer doe. En ik forceer mezelf gewoon nu echt om mijn haren te doen. Kijk, zien jullie het verschil qua kleur? Kijk boven en kijk beneden. Dat is toch een heel andere kleur. Maar dit wordt dus zo even donkerder. Nu is die heel fel, lijkt het. En dit is vaak de kleur waar mensen naar vragen. Nu denk je van, what the fuck, wat is dat voor een rare Barbie kleur? Maar hij wordt zo donkerder en dan wordt hij perfect. Als laatst. Ben ik niks vergeten? Nee. Als laatst doe ik een setting spray op van Urban Decay. En ik zeg altijd dat je hier heel weinig van nodig hebt. Ik doe gewoon kapot wel op. Even op laten drogen. Wimpers trouwens, ik heb het nog niet over gehad. Deze nepwimpers zijn van een Primark. Dat zijn de nepwimpers die zeg maar 6 euro kosten. Dat zijn niet zeg maar de goedkope, maar die van 6 euro. En die kwaliteit is echt gewoon ziek gewoon. Ik wil echt niet ijdel overkomen jongens, want ik ben aan het afvallen. Maar ik zag mijn armen net in de camera en ik ben echt afgevallen. Zo guys, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Nog meer van dit soort video's van mij willen zien, laat het dan hieronder weten. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!